Ge schrijft uw kleine oorlog. Ge zou liever een ander boek schrijven. Groot, schoon, woelig, juist. Ge zou het dan noemen, dit zijn de vloeken en gebeden van een kleine man tegenover een grote oorlog. Dit zijn zangen, dit is de Bijbel van de oorlog. Op een andere dag wenst ge echter niets liever dan uw pen stuk te stampen op het vlak van uw schrijftafel. Het is zeer plezierig, zoiets, maar ge zijt verplicht u de dag daarna een nieuwe pen te kopen. Want schrijven doet ge toch, het is een natuurlijke behoefte. De ene mens vloekt zich dood, de andere loopt zijn kop op de muren stuk. Gij schrijft uw kleine oorlog.